Yo mensen, mijn naam is Matty en goed dat jullie weer kijken. Dit is namelijk een belangrijk filmpje. Het volgende is aan de hand. Een tijdje geleden zijn we als Bankzitters benaderd voor een bepaalde betaalde campagne. Echter kwam het niet helemaal uit op het Bankzitters kanaal en wilden ze op losse kanalen doen. En kwam het precies zo uit dat ik niet mee mocht doen daarmee. Nou ja, vind ik niet erg, maar ik wil al super lang een Bankzitters video opnemen. Een voetbalvideo opnemen. Ik heb best wel een leuk idee ervoor. Althans leuk. Call it, penalties heet het. Nee. Dus ik zei, mag ik dan ook langskomen om mijn video op te nemen? Dan hebben jullie allemaal een video op die dag en dan hebben jullie je campagne en ik niet. Boeien, ik wil gewoon die video. Nee, we zijn dan al heel moe en het wordt al heel krap. Oftewel, ik ben keihard buitengesloten door de Bankzitters. En dat pik ik niet. Wat ik nu dus wil doen is eigenlijk gewoon naar het voetbalveld gaan waar ze nu aan het voetballen zijn. En meedoen zonder dat ze het doorhebben. Of in ieder geval een video met de Bankzitters maken zonder dat ze het doorhebben. Dan vraag je je af, hoe ga je dat doen? Nou, ik heb sowieso twee problemen. Het is namelijk zo dat ik eigenlijk vandaag moest editen. Gisteren hebben we best wel een leuke ook campagne video opgenomen. Die wordt echt goud, die video. Die moet ik vandaag editen, want die moet ik morgen dus weer om 5 uur af hebben. En als ik daar morgenochtend aan ga beginnen, ga ik dat niet halen. Dus eigenlijk heb ik geen tijd om nu een uur naar Amsterdam te rijden, waar ze aan het opnemen zijn, maar te zien wat daar gebeurt. En dan weer terug te gaan, dan heb ik mijn hele dag eigenlijk verpest. Echter kan het wel in mijn voordeel werken, want ze gaan nooit verwachten. Ik heb gisteren ook een paar keer gehint. Ik heb ze gisteren de hele dag gezien dat ik, ja, morgen de hele dag editen. Ze gaan me niet verwachten daar. Dat is het voordeel wat ik heb. Ik draag gewoon een random trainingsbroek aan voor iedereen zijn en een wit shirt. En dit hier heb ik nog nooit aangehad. Ze gaan me daar nooit in verwachten. Ik ga ook een pet opdoen, gewoon een beetje over mijn kop trekken, dat ze mijn hoofd niet zo goed kunnen zien. En ik ga schoenen aantrekken van mijn pa of zo, die witte. Dat zijn trouwens afgetrapte Air Maxies geworden. Het tweede ding is dat mijn auto best herkenbaar is. Ik heb een zwarte Volkswagen Polo, wat in principe iedereen heeft in Nederland. Als ze mijn kenteken zien, ik weet zeker Koen en ook Raoul en Rob, die herkennen dat gelijk. Ik had eigenlijk met de auto van mijn moeder moeten gaan vandaag. Echter is die werken. Dus ja, er is maar één auto over die ik kan gebruiken. Dus ik moet er ook weer een beetje sneaky in zijn. Maakt de challenge wel leuker. Dus let's go. Oké, ik ben er. Ik probeer ze hier te spotten. Ik vind het nu toch wel een beetje spannend. Oh mijn god, dat zijn ze. Oh mijn god. Je kan ze zien. Ik zie de Bankzitters. Ze doen de voorzetten challenge. Mijn voordeel is dat het hier op de parkeerplek echt ziek druk is. Ziek druk. Hier staan de auto's trouwens. Het zijn de auto's van Rob en oh mijn god. Ik zie er echt uit als een complete retard. Stel op een scherm. Ik ben gewoon zenuwachtig om mijn eigen beste vrienden te zien. Net of dat je ooit een auto spot die langs rijdt terwijl je op het voetbalveld en het voetballen bent. Echt nooit. Alleen nu ga je eraan denken dat dat gebeurt. Oké, eerst wat ik ga doen is het briefje onder Rob's auto doen. En dan gaan we straks zien aan het eind van de dag of misschien wel straks hoe die gaat reageren. Let's go. Yup. Een brief! Geachte heer mevrouw, bij een omkeermanoeuvre heb ik zojuist tot mijn grote spijt uw kentekenplaat geraakt met mijn trekhaak. Mijn excuses hiervoor, de schade lijkt mee te vallen. Aangezien u gebruik maakt van een leaseauto, heb ik er het volste vertrouwen in dat u dat het goed zal opgelost worden met uw maatschappij. Met vriendelijke groet, Maarten Buitenslot. Zeg nou Maarten, het is Martijn Buitenslot met korte ei. Ik weet niet of er Martijnen zijn met korte ei, heb ik zojuist verzonnen. En het Buitenslot is een referentie naar het feit dat ze me aan het buitensluiten zijn op dit moment. Fuck jullie. Ik ben hier wel eens geweest, was het helemaal uitgestorven hier. Alleen nu is het best realistisch dat dit zou kunnen gebeuren. Maar ik ga wel even mijn mutsje en mijn petje opdoen en een beetje naar beneden kijken. Ze hebben echt zieke goede view op me. En er zitten buschauffeurs allemaal hier in die bussen. Oh mijn god, ik zie ze hier ook. Die denken echt, what the fuck is deze guy aan het doen met zijn vlogcamera? Oké, ik ga proberen ze erop te krijgen nu, dat je weet waar ze zijn. Ja, goed joh. Dit zijn zulke mooie beelden. Dit vind ik gewoon zo'n sfeermontage. Moving like the speed of sound. Daar haal je hem toevallig. Je doet leuk met je leaseball. Ik had echt niks gebeuren als ik herkend door mijn eigen vrienden. Het enige wat ze dan gaan zeggen is, wat een loser ben jij. Challenge 2 is eigenlijk neem een voetbalvideo op met de Bankzitters zonder dat ze het weten. Want ze willen dat blijkbaar niet met dat ik het wel weet en als ik het wil. Ik moet de camera opstellen, ik moet een trucje doen en op de achtergrond moet je Bankzitters zien. Heb ik alsnog een voetbalvideo met de Bankzitters. Let's go! Oké, dit zijn ze dus aan de overkant van het veld. Dat zijn nou mijn vrienden die niet willen opnemen met mij. Wat een kutjes. Bankzitters. Bankzitters. En Mark. Inmiddels hebben ze een pauze genomen en zitten ze allemaal stil. En dan zijn ze een beetje naar om me heen aan het kijken, maar ook op hun mobiel. Gisteren maakte iemand allemaal rare grap over zelfmoord in die video. En ze doen alsof ik wel aan het editen ben. Ga ik gewoon vragen wat ik ermee moet doen of het trend uit moet halen. Is een optie. En het eruit halen ook. Jongens, besef dat jullie toen jullie dit zeiden tegen mij, ik stond fucking hier. Fuck jullie. Met niet opnemen met mij. Teringleiers. Ze gaan beginnen aan de volgende challenge. Zie ik vanaf hier. Ze gaan in een rijtje staan en ze gaan zo'n two-touch challenge doen of zo. Dus dat geeft mij de gelegenheid om een video leuker te maken. Wat doet het altijd goed in een YouTube video? Juist, drone shots. Ik hoop dat mijn drone dit red. Moving like the speed of sound.
Oké, ik heb ze in beeld. Ik weet alleen maar hoe dit werkt. Hij stuurt heel raar. Oh, kut. Ik zit in een warning zone. Ik ben dicht bij Schiphol. Holy fuck. Oh. Kut. Challenge kan je punten verdienen. Ga je zeker dood, die hele koude van de weg. Dat is een drone. Ja. Daar hangt daar een drone. Hij gaat gewoon door, toch? Dat hoor je niet. Ja, nee. Oké. En wat je gaat doen als je die challenge wint? Oké, ze zien hem. Ik ga weg hier. Ze hebben hem wel gezien. Mooi. Het ging nog bijna mis ook. Ik zei al, ik heb weinig controle meer over dat ding. Hier ging hij echt net langs een paar takken heen. Als hij in een paar takken blijft hangen met die propellers, dan is het, ja, boom. Op de auto's. Dan moet ik een echt briefje gaan schrijven. Je mag natuurlijk helemaal niet vliegen. Je mag eigenlijk niks doen met die drones. Maar ja, ik ga even niet te veel zitten toveren hier ook. Nou, ik vind dat mijn drone shots goed gelukt zijn. Ondanks dat ik bijna neer werd geschoten door de FBI. Volgende ding wat eigenlijk nog moet gebeuren, gisteren, op deze dag dat ik het opneem, gisteren was Raoul jarig en ik heb hem eigenlijk nog helemaal geen goed cadeau gegeven. Nou, ik heb hem nog niet. Dus ik dacht, ik ga zijn auto even wassen. Dus dan parkeert hij s'avonds zijn auto en dan kijkt hij achterom en denkt hij, ziet er goed uit, mooi ding. Zonder dat hij weet dat ik dat aan hem heb gegeven, die geweldige ervaring. Als je een auto wil wassen, moet je natuurlijk wel voorbereid komen. Ik heb een emmer meegenomen en een sopje. Echter, heb ik natuurlijk geen water hier, hoor. Dat zou je denken. Ik heb 4 flessen spa meegenomen. I think that will do the job. Als papa jarig is, moet je goed veel sop gebruiken. Gadver, ziet er nou al smerig uit. Hey, dit moeten we er even uitgooien. Dit is echt te vies. Ik weet dat het beter is als je gaat wassen dat het warm is, toch? Of dat er druk op staat. Maar ja, op een paar flessen staat geen druk. Fok het kraanwater, laat ze douchen in de spa. Met deze fucking outfit krijg ik het heet. Gelukkig heb ik spa bij me. Dit heb ik al gesproken. Ik dacht al, wat ben ik aan het filmen? Dit is helemaal niet grappig. Dit is pas grappie! Kijk, ik heb een sponsje, een hele nieuwe mooie spons. Dat zie je wel, die is helemaal niet afgeneukt ofzo. Het lastige is, die auto staat compleet in hun zicht. En ik heb net op Rob zijn auto een papiertje gedaan. En als ze dan mij daar zien, of een gekke gast daar zien, of ze zien ook iets vaags naar Raoul's auto, gaan ze misschien denken, wat de fuck is dit? Dus ik moet echt heel onopvallend doen eigenlijk. Maar ik ga nu gewoon lopen. Achter zijn auto nu. Best wel ver achter me denkt echt, what the fuck? Ik ga gewoon wassen. Als het goed is, zit ik niet in zijn zicht. Dit ziet er wel vies uit. Dit ziet er echt vies uit. Echt allemaal krassen, joh. Raoul, wat heb je gedaan? Dit is zonde. Zie je ze? Nee. Mooi alfaatje, hoor. Achteruitje. Zie je ze door de auto heen? Die busje ver achter me moet echt denken, what the fuck? Ja, ik denk dat hij wel denkt, what the fuck. Nou, ik vind hem hartstikke schoon. Oh, ik veeg alleen maar het vel uit. Godverdamme. Nou, Raoul, fijne verjaardag, jongen. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Love you, papa. Run! Kut. Cholera, klote zooi. Ik heb het zo scheid, hè. Dit is nu bezig mijn slechtste video ooit te worden. Je moet het meer zien als een statement. Sluit nooit je vrienden buiten. Het doet pijn. Wat ik nog wel even ga doen is checken of het niet een misverstand was. Of ze niet toch op een moment zelf graag met mij zouden willen opnemen. Ik had heel stoer kunnen zeggen dat die kras die op mijn beeld ziet, dat ik die net door het vallen van mijn mobiel heb gehad. Hij zat er al in, dus geen spectaculaire titel. Die edit gaat best vlot. Lopen jullie op schema? Anders kom ik even langs, want ik wil ook een video opnemen met de bankzitters op mijn eigen kanaal. In essentie heb ik nu gevraagd of ik nog even langs mag komen als op schema liggen aan het eind van de middag. Want ik moet toch naar mijn vriendin vanavond. Moet, mag. Oh, er komt er politieterrein op. Misschien is dat toevallig. Misschien ben ik toch de FBI ingeschakeld. Ik zit helemaal onder het zweet, hè. Ik merk trouwens dat ik echt lang niet gevlogd heb, dat ik naar het schermpje kijk in plaats van naar de lens. Amateurfout. Maar kijk toch, schil in mijn ogen die naar boven gaan. Gelezen door Papa Roelie. Reactie? Nul. Fuck jullie, ik ga naar huis en dit editen. Upload ik lekker dit wel. Kut kinderen. Proost, zou ik maar zeggen, hè. Dude, daar zat die politie te praten met die buschauffeur. Dit vertrouw ik niet helemaal, hoor. Oké, I'm going. Bye. Woehoe. Dag, kutbankzitters. Dag. Doei. Tot volgende week. Ja. Ja, maatje. Ja. Maar waar bel je eigenlijk? Ja, ik heb een beetje moeite gehad met die edit, man. Want, Ja, waarom lach je? Jullie wilden mij... Jullie wilden niet met mij opnemen, met mijn voetbalvideo. Dus ik dacht, fuck jullie. Ik neem gewoon een video op met jullie wanneer ik wil. Hebben jullie die drone gezien vanmorgen? Ja. Was jij dan? Dat was ik, ja. Wat? Ik heb ook onze auto gewassen en ik heb jullie staan filmen door de bosjes heen. Dus ik heb gewoon een video met de bank zitten, dus net als jullie. Lekker voor je. What the fuck? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, ik ook niet. Hey, maar ik heb ook onder Rob zijn auto heb ik een briefje gedaan dat hij was aangereden. Alleen die heeft hij wel gezien, dus schijnen net met Matthijs 4 minuten hebben staan kijken voor Roze huis of het echt zo was. Ik dacht dat jij dat leuk had gevonden, maar... Oh. What the fuck? Maar je bent er gewoon weer thuis? Ja, ik ging gewoon weer naar huis na een uur of zo. Geen seconde aan de dag dan. Fuck. Nou, bedankt jongens. Ik heb een leuke video door jullie. Dankjewel. Ongelooflijk. Wij gaan lekker sminkelen. Oké, okay, doei. Hoi. Ik wil even sorry zeggen, want er zat toch een briefje onder die auto?
Die was aan mij, het spijt me. Fuck you. Ik en Raoul hebben net echt een half uur naar de auto's gaan kijken. We snappen er helemaal niks van.